Yo. Zo, mijn haar is het even helemaal wild. Ik ben nu onderweg naar Sjoer toe. Hij zit bij de kapper. Wij gaan vanmiddag gaan we samen voor zijn moeder de banden van de auto verwisselen. Dus daar ga ik jullie bij meenemen. Sjoer zit daar bij de kapper. En ik sta hier lekker in de zon te chillen. Sjoer is weer helemaal frisjes. Waar heb je de auto staan? Zij ziet er goed uit, hè? We zijn weer fris. Ik zou ook weer naar de kapper een keer moeten. We gaan nu eerst een broodje halen bij broodje Ben. Sjoerd staat binnen. En daarna gaan we naar Ude toe. Het tof, hè? Dit is de reden dat het vervangen moet worden. Er zit gewoon geen grip meer op deze banden. Dit is echt niet normaal. Ja, je ziet het op camera, daar ben je goed. Deze man heeft die banden helemaal kapot broodje. Gemaakt. Broodje. Lekker. Gaan we hier eten? Ja, man. Right. Kijk hoe goed Sjoerd het doet. Oh, dit doet hij gewoon, hè? Tuurlijk. Soepel. Het ding is warm geworden. Niet zo leuk dorpen. Ja. Jullie denken dat de vloggen goed verdient, hè? Automontuur. Je moet nog steeds werken voor je geld, hè? Nee, is net zo lang geleden. Ja, dat is lang geleden. Dat doet echt goed, jongen. Moet je niet ook gewoon die band invetten? We kunnen lekker driften zo meteen. G4, ja. Oh, hij staat toch op de handrem? Hij beweegt gewoon een beetje. Automontuur. Automontuur. Hallo. Als je nou toch kijkt, weet je, abonneer dan gewoon even. En, Ja bro, dan kon je dus net zo goed bij mij staan. Dat Sjoerd zegt een topvlogger, ho. Nou, we zijn bij de aardbeien drive-in. In Uden. Uden. In Uden. Mooi Brabant. Ik ga... Wat ging ik ook weer bestellen? Frozen yoghurt met de frisse combinatie van onze zoete aardbeien en echte boerenyoghurt. En aardbeien in witte chocolade. En Sjoerd gaat voor een aardbeien smoothie. Nee, en ook milkshake. Oh, milkshake. Waarom milkshake? Is lekkerder. Oké. Okay. En aardbeien met chocolade. Witte chocolade. Dat is lekker. Ik ga zo meteen filmen als ze het krijgen. Kijk wat een grote aardbei daar is. Als je die in je colon zou krijgen, zou je dan nog leven? Alright, dit is de milkshake van Sjoerd. Oh, oh. Dikke hobbas. Ik heb hier mijn... frozen yoghurt. Sjoerd doet gewoon alsof er niks aan de hand is dat ik hier met al die spullen zit, maar dat maakt niet uit. Ja? Dan hebben we hier nog 3 bakjes. Oh bro, dit ziet er gaande uit. Mm-hmm. Kijk. Oh, daar heb ik wel zin in. Jongens, food review. Oeh. Dat is hard. Mm-hmm. Lekker. Heel lekker. Bro, die aardbeien zijn echt tamte lekker. Ze zijn ook echt de perfecte kleur. Mm-hmm. Deze is ook lekker. Maar toen had ik ook die wafel. Mm. Die is ook echt lekker hoor. Mm. Ik vind het wel jammer. Kijk, die chocola, omdat het neergelegd is, mm-hmm. staat er Jan onderop. Dan kwam ik pas achter toen ik naar keek, als ik heel eerlijk ben. Je wou gewoon zeggen dat het plat is. Ja. Nee, het is plat. Er staat Jan. Nee, kan je niet zien. Ja, maar hij moet even scherp zijn, man. Dan moet je met die hand zo erachter. Deze pokoe is ook lid. Oh, damn. Ja, de aardbei
yoghurt zijn echt perfect, man. Ja. Yo, goedemiddag. Ik ga zo meteen, vanavond ga ik eten met Milou en Nonna samen. Bij Nonna thuis. Dus ik neem jullie mee daarheen. Daarvoor heb ik even een gesprek bij mijn werk. Dus daar ga ik nu heen. We zijn nu bij Mibari even een drankje aan het drinken. Zoals ik had gezegd, gaan we zo meteen bij Nonna eten. Milou die is de cameravrouw voor vandaag. Daan die komt ook mee. Dus ik ga zo meteen even laten zien wat Nonna voor ons gaat koken. Ik ga even zien wat voor goede service we van Nonna krijgen. En dan gaan we nog even lekker een drankje doen daar. Ga je nu door blijven filmen? We moeten ze stoppen. Ja, weer op dezelfde knop. En aan bier. En ik aan de Fanta. Weer op dezelfde knop. We gaan op de scooter. Deze gast kan niet rijden. Echt een zebbie. Het is niet lekker. We zijn aan het koken. Ja, echt niet. Sir. Yes, sir. En Nonna heeft cocktails gemaakt. En ik drink bier en Daan drinkt wijn. En Daan is niet sociaal. Wel, ik kom voor. Ik heb zijn gekap. Je bent echt vies en je... Ruik naar? Guap. Ja toch! Maar als we dit aardappelpuree maken, het zit in een zakje. Ja, waarin moet het? In dit! Moet ik het nu sturen? Hey. Oh ja, ja, het water kookt al. Hoeveel milliliter moet je erin? 800. Kijk, zie je? Ik ben eigenlijk degene die het hier doet. 800 zit er niet eens in deze water. Nee, al bijna. Doe maar, gewoon door. Ja, een pannetje. Nee, pannetje. Zonder pan. Nee, ja, het moet hierin, het moet daarin. Ga je aardappelpuree hier uit eten? Ja. Oké, ga maar even laten zien hoe ik het ga fixen. Let's go, jongens. Let's go. Voor de Arnold. Heel. Oh, godverdomme. Door, ga door. En die andere nog. Er zit nog veel erin. Hoe moet het helemaal? Huh? Waar komt dat vandaan? Daaruit. Wacht een moment. Dat ken je dan niet. Hier. Dit is aardappelpuree, Milou. Godverdomme. Ja, dat is niet weer. Is maar goed dat we friet bij hebben besteld. Dit is aardappel. Let maar op. Is dat wel lekker? Is heerlijk. Dus niet koken bij mij, dus koken bij jou. Ja. Maar dit is gewoon goed. We hebben minder dan 800, maar het is juist goed. Prima. Ik vond peper en zout er doorheen. Ja, maar ik geef even. Oh, dit. Oh, yo, fancy. Hoe werkt dat? Ziet er fancy uit. Oh, dit. Is ook een fancy. Is ook een fancy? Is ook fancy, ja. Niet te veel zout. Nee, zout geeft smaak aan even. Ja, zout is goed voor ons. Kijk hoe mooi deze lekker flessen zijn. Oh, Daan, pas nou eens op, joh. Een beetje lucht. Dat heet aardappelpuree. Ja. Maar dan niet van zelfgemaakte aardappels. Sowieso nooit zelfgemaakt. Lekker. Dat is opgenomen, hè? Nooit zelfgemaakte aardappels. Hoe lang moet dit koken? Ik vind het best lekker. Ja, dat is gewoon goed. Het is gewoon poeder en dan hebben we een aardappel in je vork. Ja. Iemand proef even. Daan, je gaat de hele klauw verbranden, hè? Wacht, hou hem vast nog, hè? Ja, pak hem gewoon. Hou hem nog even vast. Dit staat dichtbij. Is het warm? Ja? Oké, okay, dan gaan ze eruit. Let's go. Met die pannen van de kant doen. Yakitori. Trek hem als een vaatwasser. Oh, sheesh. Ik wist niet dat jullie vaatwasser hadden. Mag ik die borsten? Twee borden. De borsten. Hey, je hebt alle goede aan. Nou, doe dit. Ik heb de worst nodig. Worsten. Hey, eet je al die kip? Ja, fuck jullie. Iedereen eet kip gewoon. Milou, pak ook kip. Is het lekker? Kill, dit is rauw hoor. Weet je zeker dat het gegaard is? Ja. Pap, luister. Ik chop je ding. Is die medium rare? Ja. Nee. Oh, dit is echt schattig. Met z'n drie op een rij. Osh. Wortels. Grote wortels. Ik dacht van die mini. De worsten duren nog te lang, want Nonna wou ze in de oven hebben. Dus nu gaan wij alvast friet en wortels eten. Wil jij even bestek pakken? Deze? Waarvoor hebben we bestek nodig? Voor friet en wortels. Eet toch allemaal met ons hand? Voor mousseline. Oh ja. Eet geen mousseline, hè? Ik? Jawel. Nee, aardappelpuree. Dure praat, maar niks ervan. Ik vind mijn ketchup... Ik dacht dat jij aardappelpuree wou eten. We zijn Boom It aan het spelen.
Wat je is zit... dat? Dat is ja, een drankspelletje. Wat is dat een drankspel per se? Ja. Boom it. De mensen die het weten, die weten het. Maar het is wel leuk. Hilou gaat geen wijn drinken. Nee, want ik ben nog niet 18. Nee, Milou drinkt geen wijn. En wij zijn allemaal 18. Ik speel ook mee voor Spekkenbeun. Wie zou vroeg opstaan na een avond drinken? Dat doe ik zelf altijd. Wie zou het snelst een piercing nemen? Echt? Zou jij een piercing nemen? Ja, is als enigszins op dame. Wie zou tentamen herkant om een nog beter cijfer te halen? Ik wil het vroeg in, ja. In mijn tong, net als Santi. Het is vandaag super lekker weer, dus daarom willen we lekker naar buiten toe. Ik heb vandaag de nieuwe Samba's aan. Dit zijn ze. Ik dacht, ik laat ze nog even zien. Dit waren de schoenen die ik had gekregen van mijn werk. Ze zijn super nice. We mogen vandaag weer lekker werken bij 24/7 met Kees samen. Ik heb vandaag echt een super drukke dag, want ik moet eerst werken bij 20. Dan moet ik om 5 uur ben ik hier klaar. Dan moet ik meteen door naar Mi Barrio om daar te werken. Of die? Ja. Hallo, we zijn hier met het nichtje van Ziggy en Ikke. Jullie kennen mij misschien en Moos kennen jullie ook wel. We gaan even laten zien wat voor mooie paardjes ze hier hebben liggen. Kijk eens. Allemaal kijkgoed, 24/7. Hier de taxi. Toch? Ja, volgens mij. Ja. Mooie kleurtjes. En kijk, we hebben hier de echte paardjes, de Yeezys. En de Jordan 4's en de Yeezy Slides. En hier nog wat paardjes. En dan hier de Jordan 4 collectie. We hebben de Midnight Navy, de Black Canvas, de Seafoam, de Crafts en de Cas Woman of zoiets. En kan dit ook nog uit? Ik heb ook nog schoentjes. Ja. Jordan 4's. We hebben allebei Jordans. Jordan 4's en Jordan 3's. So we are fresh today. Kan ik dit uitzoomen? Ah. Tuurlijk. Die heeft bijna elke sneaker die je zou shoppen wel. Maatje 40 kan... Zou ik best willen, maar heb ik nu geen geld voor. Iedereen vindt deze zo overrated en zo, maar... Ik vind ze gewoon... ook nog steeds wel. Ja. Maar dat zijn gewoon meer van die mensen die denken zo van, ja, ik wil sneakerhead worden. En dan ga ik ook maar alles lelijk vinden wat anderen ook lelijk vinden. En dan een van mijn favorieten. De New Balance Stony Island. Dit is echt een hele coole samenwerking. Vind ik heel vet. Allemaal te koop bij 24/7. Yo. Hier bij 24/7, hier kan je ze allemaal kopen. Kom langs in Nijmegen, even de straat. Waar, welke straat is dit? Geen idee. Ik heb ook echt geen flauw idee. Hier de openingstijden. En als jullie de echte vlogger willen zien, die achter deze vlog zit, dan moet je op zondag komen, want dan is de echte vlogger er ook. En dan kijk, dan hebben we de enige echte. De mooiste, de duur... Of nou, de mooiste is natuurlijk een mening. Maar wel de duurste van de winkel. Daar komt hij, de Nike SB Para. 2500 euro. Maat 36,5 is wel een kleine maat. Die past niet veel mensen. Ja, maar ik vind hem wel heel vet. Mooie kleuren. Is wel heel duur, maar... Als je wil moet je langskomen. Wat doet hij nu gewoon? Fuck off.